We praten met Giovanni Franke, de trainer van RVVA. De voorbereidingen is in volle gang. Vandaag gespeeld tegen ARC, 1 tegen 1. Even heel in het kort, wat heb je gezien van RVVA qua spel? Uh, eerste helft uh, aanvallend te weinig, uh, verdedigend op zich wel goed. Uh, tweede helft andersom, dus aanvallend uh, erg goed en verdedigend vond ik ons uh, minder stabiel. Maar al met al een hele, hele nuttige en uh, bruikbare wedstrijd. Ik zeg net, de voorbereiding is begonnen. Eerste wedstrijd tegen Halsteren, 2 tegen 1. Ridderkerk toernooi, winst voor RVVA in twee winstpartijen. Uh, en vandaag de 1-1. Uh, ja, wat kan je over het algemeen zeggen van de voorbereiding uh, qua spelers? Ja, We hebben natuurlijk uh, tien nieuwe spelers erbij. Dus dat is op een selectie is dat vrij veel, bij ons in ons geval 50%. Dus je begint ook uh, 50% eigenlijk weer opnieuw. Um, en dat moeten we in zo kort mogelijke tijd inpassen. Dus uh, ze moeten zich acclimatiseren, dus uh, ook wennen aan uh, nieuwe trainingsstijl, nieuwe trainingsmethodes, nieuwe denkwijzes op, op, op tactisch niveau. Uh, en technisch natuurlijk wordt er ook uh, het een en ander gevraagd, omdat het gewoon weer een hoger niveau is. De meeste spelers die we ook hebben, behalve Joey Klein, komt van een, mogen we het zo zeggen, lager niveau, dus eerste klas niveau. Dus die moeten nog groeien naar het niveau van de hoofdklassen. En dat proberen we in zo kort mogelijke tijd uh, in te halen. Met hoeveel uh, spelers train je op dit moment? Uh, dat hangt er vanaf. We hebben wel, natuurlijk wel wat blessures gehad. Idealite train ik eigenlijk altijd met 20 spelers plus 2 keepers. Dat zijn mijn aantallen waar ik het liefst mee, uh, mee train. We zijn dit jaar begonnen met 26 man. Wat op zich wel kan. Alleen bij bepaalde onderdelen of, of een, uh, bepaalde oefenstof moet je, moet je aanpassingen maken. Maar uh, op, zich, op zich, idealiter wil ik met 20 man trainen. Dus um, volgende week, ook de week van Noorddorp, zullen we uh, een aantal knopen doorhakken. met betrekking tot spelers die, uh, ja, die afvallen en uh, richting een tweede moeten gaan trainen. Heb je voor jezelf al een beetje een idee van, joh, uh, in je hoofd? van nou, daar wil ik over twee weken staan met mijn team. Ja, ik heb, ik heb wel, een, uh, wel een goed idee. Het komt ook omdat de competitie zich daarna leent. We hebben echt acht uh, geweldige ploegen die, uh, ja, die allemaal eigenlijk. Klaar zijn of rijp zijn voor de derde divisie. Um, en we hebben de acht, dus waaronder RVA, maar neem een Zwaluwe, Smitshoek, um, Noorddorp, Rijsoort. Ja, dat, is, dat is, zijn de acht die dan hoofdklasse waardig zijn, vind ik zelf. Dus die competitie leent zich uh, er geweldig voor om daar ook naartoe te trainen. Dus uh, we moeten minimaal het niveau hebben van een En proberen zo snel mogelijk aan te haken bij het niveau van, uh, van de acht topploegen: Dus de LA, de Noordwijk, Noordwijkhoek. Dus uh, dat is een beetje waar we, wat we aan het doen zijn. Een blik op de, de tegenstanders van de competitie leert mij dat we hier wel een, een, een forse hoofdklasse A hebben. Dit is een hele, hele forse hoofdklasse A. Ik ben er ook blij mee hoor, ook voor de spelers. Ook in de tweede divisie en uh, in de derde divisie, omdat uh, de piramide is samengekomen. Waardoor de beste uiteindelijk ook tegen de beste spelen. Um, Vroeger had je drie divisies, ja dan de nummers 1 tot en met 3, de nummers 1 tot en met 3, de nummers 1 tot en met 3. waren verdeeld over drie pools en die kwamen elkaar pas tegen in de landelijke competitie uh, in de finale. Uh, en nu zitten ze al een heel seizoen bij elkaar en dat, dat vind ik het beste. Um, dat betekent natuurlijk dus naar onderen toe dat daarin ook de beste uit de regio's bij elkaar komen. En dat maakt deze competitie zo zwaar. Het enige wat ik jammer vind is dat, uh, maar dat is mijn persoonlijke mening, is dat uh, bijvoorbeeld die, uh, de belofte teams, ja, die houden natuurlijk wel een aantal topploegen uit de tweede en derde divisie. Denk aan een Hoek, en een Noordwijk of een Terleden. Die, die horen daar, vind ik, vanwege de historie, daar ook thuis. Um, en die worden daardoor nu tegengehouden. Um, en dat, dat is het enige wat ik jammer vind, want de piramide voor het amateurvoetbal uh, was perfect. En ik vind ook de doorgang vanuit de tweede divisie naar de Jupiler League is, is perfect. Dat moet. Dat moest ook voor, voor uh, um, het verkleinen van het niveau. Um, de, omdat je alleen de Eredivisie en de Juppie zou hebben waaruit zeg maar, het betaalde voetbal zijn spelers moet halen, um, kan dat nu ook vanuit een tweede of een derde divisie zo doorstromen, want je weet nooit waar talent zit. Ja, net wat jij zegt, uh, de stand van zaken is niet dat je dan inderdaad de sterkste teams dan tegen elkaar, de sterkste spelers tegen elkaar spelen. Dat is het resultaat daarvan. Ja, ja klopt, klopt. Vroeger de IJsselmeervogels werd 26 keer achter elkaar kampioen in de hoofdklasse B. Ja, maar dat was niet zo gek als je het gemiddelde zag. ...van de overige teams in die competitie. Ja, nu spelen ze in, uh, in de piramidevorm en uh, degraderen ze. En moeten ze weer opnieuw promoveren. Dus uh, dat zegt alles over de kracht. Dus heel veel teams, vind ik ook, zijn zich nog aan het uh, ontdekken... ...waar ze in het uh, echte amateurvoetbal, als dat allemaal samenkomt... ...en dan hebben we het nog niet eens over de zondag in principe... ...want daar is ook nog een scheiding op het tweede en derde, divisie, of derde divisieniveau. Dus als ze dat ook nog eens zouden samensmelten, wordt dat ook weer versterkt... Maar goed, ja, dus het uh, is een goed begin. Want nu zien ook clubs hun werkelijke identiteit op welk niveau ze thuishoren. En dat is, uh, dat is goed. Dus ook qua budget, iedereen komt op zijn plekje terecht. Iedereen uiteindelijk uh, vindt zijn eigen uh, niveau. Dus bestuurlijk, financieel, spelers. Uh, dan speel je ook uiteindelijk waar je het meeste, meeste behoort eigenlijk. 26 spelers ongeveer. Daar train je nu mee. Nou, ik heb ze een aantal keren zien trainen. Nou, iedereen uh, ja, die is fors bezig. Zet ze eigenlijk voor de volle 100% in, want die willen natuurlijk in het veld staan. Heel lastige, ja, lijkt me heel lastig voor een trainer om te zeggen van nou, die zitten in de selectie. Of valt dat mee? Voor mij valt het mee, omdat het is. Dus, uh, valt dan voor de jonge sterren? Ik hoop het niet. Ik hoop het niet, omdat ze willen topsport bedrijven en uh, de topsport wacht op niemand en, en uh, houdt zeker in geen rekening met niemand. Dus uh, het is aan onze taak om in ieder geval op zaterdag een selectie samen te stellen uh, waarvan wij denken dat die het meeste kans maken om te winnen. En de spelers die zich daarvoor het best profileren op de training, die, die zullen daarbij horen. En die zullen uiteindelijk ook spelen, dus de spelers weten dat. Uh, we vertellen ze dat ook. Dus op zich, tuurlijk hoort een teleurstelling erbij als je niet bij zit, maar dan weet je ook waarom het komt. Want... Er is blijkbaar nog veel te verbeteren. En, uh, en die mentaliteit hebben we ook. Dus da vandaar dat er ook goed en, en uh, hard gewerkt wordt om, om beter te worden naar het niveau van de hoofdklasse, maar ook individueel, want iedereen wil spelen. Uh, veel onderlinge respect, want dat willen we ook. Uh, maar er moet ook wel strijd zijn omdat iedereen wil spelen. En Ik denk dat de verhouding op dit moment erg goed is. RVVA, waar staat de RVVA? Zeg maar ergens in mei, aan het eind van de competitie. Ik, het is een heel premature vraag, hè. Dan laat dat even duidelijk zijn en het zal heel lastig om te beantwoorden zijn. Maar ja, ploegen hebben een beetje een doelstelling. Ja, waar denk jij als je zegt van nou, ik ben nu eventjes bezig en je ziet dan de ploegen van de competitie, waar staat uh, RVVA, zeg maar eind mei, einde competitie, volgens jou of kan staan ja. en wie wordt de kampioen? Ja, meestal meestal kan ik wel, uh, zit ik er vrij aardig op, vind ik zelf. Dus dan uh, heb ik ze toch vrij goed zitten. Heb ik een goede prognose. Uh, voor ons team dit jaar kan ik het niet uh, he helemaal niet zeggen. Helemaal niet. Omdat het, uh, de, 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 het aantal nieuwe spelers die we hebben gehad fors is. Waardoor het, het, de geraamte er nog niet echt is. Dus ik kan het niet inschatten naar tegenstanders als Zwaluwer, Smitshoek. Maar ook een Noordwijk of een, of een Hoek of een Terleden. Dus waar zitten wij op dat? Ik kan dat nu niet inschatten. Dus ik weet ook echt niet wat ik in mei zou moeten kunnen voorspellen. Um, voor de kampioenen heb ik het wel een beetje na zitten kijken. En, uh, ja, ik, ik, niet dat ik zeg dat, dat um, wat ik zeg meestal goed is. Maar het zijn wel veel teams die ervoor kunnen gaan dit jaar. Heel veel teams. En um, ja, Het is nu... Het is nu Moeilijker dan ooit, denk ik, om, om aan te geven wie, uh, wie kampioen wordt. dat is echt, echt, uh, dit is echt een geweldige competitie. Daarom durf ik ook over uit mijn eigen positie niks zeggen. Het kan zomaar zijn dat we meedoen. Het kan zomaar zijn dat we onderin uh, moeten vechten. Het kan, uh, het kan alle kanten op. Maar het zal heel veel afhangen van hoe we ons ontwikkelen. En, uh, Geen voorspelling dus. Nee, helaas niet. Het is lang geleden. Want uh, ik denk dat sinds ik voetbal dat ik er al uh, vrij goed op zit elk jaar. Maar dit is de allereerste keer, denk ik dat ik hem. Uh, dat ik het op me af laat komen. Dat ik, dat ik me echt concentreer op onze ontwikkeling. Elke training. Uh, om dat beter te maken. Omdat ik dat zie dat het ook nodig is. Dus ik, ik kan nu niks, niks voorspellen. Nee. nee, nee ja. Hoe ziet verder de verdere voorbereiding uit? naar de eerste wedstrijd. 23 september aanstaande tegen Noordorp. Uh, ik dacht 2 september. Uh, 2 september ja. 23 september dat is van de eerste klas. Hè. Dus ja 2 september. Ja 2 september ja. Uh, volgende week Montfort. Dat is de laatste testcase voor ons. Um, daarin willen we in principe in ieder geval tot een basis 11 komen die waarschijnlijk zullen starten tegen Nooddorp. Het zijn hele specifieke omstandigheden bij Nooddorp natuurlijk. Ze zijn de debutant. Die emotie zullen ze ook meenemen. Uh, we spelen op gras, uh, waarschijnlijk erg hoog gras. Um, dus het, het type voetbal wat we daar zullen moeten gaan spelen um, zal niet iets zijn wat wij normaal voorschrijven. Dus daar zullen we ook rekening mee houden met de met, uh, met karakters en de omstandigheden die die wedstrijd vraagt. Um, en daarvoor hebben we volgende week nog nodig, omdat er zijn nog wel wat vragen die we hebben met betrekking tot welke, in ieder geval basis 11 of welke selectie meegaat. Dus daarvoor hebben we nog wel deze volledige week nodig om, uh, om beslissingen te kunnen maken. Ja. Heel veel sterkte met de voorbereiding en heel veel succes. 2 september. Tegen Noordorp, 9 september hier. De Derby tegen dus, uh, zijn we Dus de eerste wedstrijden zijn natuurlijk mooi. Heel veel sterkte en heel veel succes uh, ja, met de voorbereiding. Dankjewel. Ik wil jullie ook bedanken en uh, leuk jullie weer te zien. En uh, ik hoop dat we jullie een uh, heel mooi seizoen kunnen geven.